Vanaf dinsdag 29 november start de Tros met een achtdelige televisieserie Toekomst in Telecommunicatie. Anno 1988 is het mogelijk een telefoongesprek op de fiets te voeren. Worden miljoenen transistoren in een chip geplaatst die niet groter is dan 1 vierkante centimeter? En hebben honderdduizenden mensen een satellietschotel in de tuin en ontvangen televisiebeelden van over de hele wereld? Wat is de zakelijke wereld zonder telex of telefax? Op compactdisc staan nu al naast geluid beeldsignalen en die beelden kunnen via telefoonlijnen worden doorgestuurd. Beeldtelefonie en videoconferentie zijn zaken van alle dag. Miljarden mensen op de hele wereld communiceren met elkaar, kunnen elkaar zien, met elkaar praten en dat kan niet zonder telecommunicatie. Telecommunicatie speelt een heel belangrijke rol in ons dagelijks leven. Sinds meneer Bell nu ruim 100 jaar geleden de telefoon uitvond, is er heel wat gebeurd. De Tros gaat vanaf 29 november in 8 wekelijkse afleveringen een cursus uitzenden, bestemd voor iedereen die met deze boeiende wereld kennis wil maken. We nemen u mee naar de fascinerende wereld van de telecommunicatie. Bij de televisielessen hoort een cursuspakket en dat bestaat uit een rijk geïllustreerd cursusboek, een boek Telematica, een cd-video met de historie van telecommunicatie in woord en beeld, een telefoonkaart om ons te bellen en veel aanvullend documentatiemateriaal. Hoe komt u nu in het bezit van dit boeiende cursuspakket? Maak 44,95 over op Giro 63,98 ten name van Tros Kiosk in Etten-Leur onder vermelding van Toekomst in Telecommunicatie. En het pakket wordt zo snel mogelijk bij u thuis bezorgd. Het pakket is ook verkrijgbaar bij de boekhandel. Doe het nu, dan bent u er zeker van dat u optimaal kunt starten met de cursus Toekomst in Telecommunicatie. Vanaf dinsdag 29 november, 8 weken lang, bij de Tros op Nederland 2.